In 1794 was er een duidelijke grens tussen Kasterij, dat toen al bij Venray hoorde, en Oerlo. Er werden toen 10 grensstenen geplaatst die hard nodig waren om de scheidingslijn tussen de twee dorpjes zichtbaar te maken. In de tijd dat er steeds meer mensen waren, dat de nederzettingen steeds groter werden, kreeg je op een gegeven moment dat dorpen min of meer naar elkaar toegroeiden. En dan werden wel eens grenzen overschreden. Dan gebeurde het wel eens dat het vee bijvoorbeeld op de grond van een nabuurdorp ging grazen. Dat wilde men niet. Er waren ook mensen die gingen turf steken of hout hakken. Want brandstof, ja, die had je nodig in die tijd. Er waren geen steenkolen, olie en gas ook niet. Dus je moest het van natuurlijke producten hebben. Dat was vooral hout en turf. En daar stookte men de kakkers mee. Ja, die ging men dan ook wel eens bij de buren op het land ging men die verwerven. Zo'n 6 jaar later, in 1800, werd ook Oerlo bij Venray gevoegd. En zodoende kwamen de grens en de grenssteen te vervallen. Tijdens het ploegen in de jaren 80 werd de steen weer gevonden en kwam in het Venrays Museum terecht. De stichting Alt-Oelderen haalde hem daarop en restaureerde de steen waarna Mientje Kamps de oude grenssteen op deze bijzondere plek mocht onthullen. Oké. 1794 Oerlo. 1794 Venray. Dit is eigenlijk de eerste steen die zeg maar ook op de oorspronkelijke plek is teruggekomen. Want hier heeft dus vroeger ook die grenssteen gestaan. Waar wij hier staan, dat was vroeger Oerlo. En hier heb je dan de weg, de Roffert. En de andere kant van die weg, die boerderij die hier ligt. Dat was Kasterij, dus Venray. Want Kasterij hoorde toen bij Venray. Waar 2 eeuwen geleden de rechtbank er regelmatig aan te pas moest komen om de vetes tussen beide dorpjes te beslechten, hebben Oerlo en Kasterij elkaar nu wel weten te vinden. De samenwerking nu tussen Oerlo en Kasterij die is helemaal perfect. Er wordt op alle mogelijke manieren door verenigingen, door instanties, door allerlei organisaties, wordt zoveel mogelijk samengewerkt. Er zijn al verenigingen die gefuseerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan SVOC, de tennisclub en dergelijke, die nu ook ondergebracht is bij SVOC. Dus ja, wij vinden dat heel belangrijk dat die twee dorpen dat die elkaar echt gevonden hebben en dat ze elkaar waar dat kan alleen maar versterken. Dus complimenten voor de mensen uit Oerlo en complimenten voor de mensen uit Kasterij.